NEC en gemeente Nijmegen bereiken na jaren onderhandelen een akkoord over de verkoop van het Goffertstadion. De club zal het stadion waarschijnlijk voor 4,5 miljoen overnemen. Dat is een van de doelen geweest na de promotie. Dat we binnen 10 jaar willen subtop, willen waarde op het veld. Maar we willen ook financieel stabiel worden en financieel onafhankelijk. En daar is een stadion en de ontwikkeling daarvoor heel belangrijk. En verder in het nieuws vandaag. Gratis schaatsen en wiegen met speciale spaaractie. En actie met kerstkaarten voor ouderen in het verzorgingshuis. Na jaren van onderhandelingen hebben NEC en de gemeente Nijmegen een akkoord bereikt over de verkoop van het Goffertstadion. De voorgenomen verkoop met een getaxeerde waarde van 4,5 miljoen markeert een belangrijke mijlpaal voor zowel de club als de stad. De gemeenteraad zal in het voorjaar de plannen bespreken, waarna de officiële overdracht gepland staat op 10 juli, mits de financiering rondkomt. Maar ik denk dat we allebei tevreden zijn. Dat we allebei water bij de wijn hebben moeten doen. Maar dat we allebei tevreden mogen zijn met de prijs die er ligt. En uiteindelijk, het heeft meer dan 6 jaar geduurd. Maar zeker de laatste 2, 3 jaar. Ook de samenwerking met de ambtenaren. Het resultaat mag terecht zijn. Nou, er lagen een jaar geleden een tweetal taxaties. Zowel vanuit de gemeentezijde als vanuit de NEC-zijde. We hebben die twee taxaties zetten nog ver uit elkaar. Dus we hebben een hertaxatie laten doen. Daarbij is men ingegaan op welke dingen we nog beter zouden kunnen berekenen. En zo komen we uiteindelijk op dit bedrag uit. Dus dit is de echte prijs op basis van een onafhankelijke taxatie. Nu ontvangen we nog ieder jaar huur van NEC. Daar hebben we toch een financiële band met elkaar. En we vinden het eigenlijk veel gezonder om dat los van elkaar te maken. Zodat NEC in alle vrijheid zich kan richten op het voetbal en de exploitatie van het stadion. En uiteindelijk een stadion in eigen beheer is voor ons weer een kans om het ook te ontwikkelen. En dat betekent dat we meer inkomsten uit het stadion kunnen halen. En dat betekent uiteindelijk dat we financieel in de toekomst zelfstandig kunnen gaan worden. En dat is een van de doelen geweest na de promotie. Dat we binnen 10 jaar willen subtop, willen waarde op het veld. Maar we willen ook financieel stabiel worden en financieel onafhankelijk. En daar is een stadion en de ontwikkeling daarvoor heel belangrijk. Ja, als we die ontwikkeling echt gestalte kunnen geven, dan zijn we in staat om meer inkomsten te genereren. En kunnen we ook gewoon meer doen aan het voetballen, maar ook misschien voor de omgeving. Hè. Als wij kijken naar misschien een medische invulling, maatschappelijke invulling, kantoren die daaraan gelieerd zijn. Congres- en eventcenter wat we willen toevoegen aan Nijmegen. Dus ik denk ook niet alleen voor de club, maar ik denk ook voor de stad en de omgeving dat we echt waarde kunnen toevoegen. Ja, want er liggen verbouwplannen op tafel. Hoe gaat dat er nu uitzien? Nou, er lagen verbouwplannen op tafel natuurlijk met woningen. Die zijn afgeschoten, die mochten niet doorgang vinden. Nou oké, dan zijn we weer opnieuw begonnen. Maar het belangrijkste erin was wel die prijs. Nou, die prijs is nu op tafel. En tegelijkertijd in de komende 6 maanden dat wij het geld proberen op te halen voor de koopsom, zijn we ook aan het kijken naar de ontwikkeling. Dus wat kunnen we binnen de normen? En daar gaan we de komende maanden ook proberen de eerste tekeningen onder te leggen. En ook te kijken naar een stukje financiering daarvan. Wat moet het dan kosten? Het is nog onder voorbehoud van financiering. Hoe gaan jullie het bedrag bij elkaar krijgen? Veel praten, veel lobbyen met particuliere mensen. Banken die investeren niet in voetbalclubs op deze manier. Dus we zullen het echt op moeten halen bij particuliere mensen. Mensen met een NEC-hart. Mensen die ook niet onderstuit de kan willen hebben met betrekking tot rendement. En daar lopen de eerste gesprekken over. Nu we de prijs sinds korte tijd weten. En de komende maanden zullen we die gesprekken blijven voeren. En hopen we ook dat mensen mee willen bouwen aan NEC. En ook een soort legacy achter willen laten als persoon in Nijmegen, als supporter van NEC, om dit mogelijk te maken. In coffeeshops in Nijmegen wordt vanaf april volgend jaar alleen nog maar gereguleerde wiet verkocht. De gemeente is onderdeel van een experimenteerfase vanuit het kabinet. Het plan dat vanaf 7 april ingaat zorgt ervoor dat coffeeshops alleen nog maar wiet van officiële telers mogen verkopen. Hiermee wil het kabinet zorgen voor een duidelijk perspectief voor gemeenten, coffeeshophouders en telers. Eigenlijk zou de overgangsfase, waarin de deelnemende gemeenten zowel gedoogde als gereguleerde wiet mochten verkopen, in september al aflopen. Deze periode werd toch verlengd omdat de productie nog niet in orde was. Er kon niet genoeg geleverd worden en de kwaliteit en diversiteit vonden coffeeshophouders te min. Jan Scheurs, country manager van NXP Nederland, is vrijdag geëerd met de Nijmegen Zilveren Erepenning.
Burgemeester Bruls reikte de onderscheiding uit als erkenning voor zijn langdurige en waardevolle bijdrage aan zowel de regio als aan maatschappelijke initiatieven. Met meer dan 32 jaar ervaring bij Philips en NXP heeft Jan Scheurs een indrukwekkend carrièrepad afgelegd. Jan Scheurs heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in het bedrijfsleven, maar ook in het versterken van de regionale en maatschappelijke samenhang, zegt de burgemeester. Gratis schaatsen door middel van een spaarsysteem. Bij wie geschaatst kan het? Met een app kun je punten sparen als je een aankoop doet in een van de Wiegense winkels. Na een bepaald aantal punten gespaard te hebben, kun je deze inleveren voor een gratis schaatskaartje. Wiegen Schaatst heeft een nieuw initiatief bedacht waarbij bezoekers gratis de schaatsbaan mogen bezoeken. Zo hebben ze een spaaractie bedacht waarbij je door middel van een app punten kan sparen bij besteding aan Wiegense winkels. Als je 100 punten verzameld hebt, mag je dus een rondje maken op de schaatsbaan. Maar voor nu zijn ze nog druk bezig met het opzetten van de baan. Ja, mensen kunnen sparen door hier bij de Wiegense winkels iets te kopen. Dus elke keer als ze iets kopen, krijgen ze punten. En met 100 punten krijg je een schaatskaartje. Dus zo kunnen mensen gratis schaatsen als ze maar bij de Wiegense winkels kopen. Volgens mij zijn het 30 winkels. Hier in het centrum, maar ook in de rest van Wiegen. Maar ik kan ze ook niet opnoemen waar ze allemaal zitten. Maar volgens mij kun je op wiegenis.nl kun je alle winkels vinden waar je mee kunt sparen. Ja, die is opgezet vanuit centrummanagement. Om toch te zorgen dat de betrokkenheid is tussen de winkels en de schaatsbaan. En zo ook te proberen om mensen meer in Wiegen te laten kopen, zeg maar, bij de Wiegense winkels. De schaatsbaan in Wiegen is van 17 december tot 8 januari geopend. Tijdens deze periode kun je de punten dus doorsparen of uitgeven. Daarnaast zijn er dit jaar nog andere activiteiten gepland op de schaatsbaan. Zo hoeven de bezoekers zich nooit te vervelen. Ja, we hebben weer zoals altijd schoolschaatsen. Dus de eerste week van Wiegen Schaats door de week dan op schooldagen gaan bijna alle scholen uit Wiegen gaan daar schaatsen. We hebben de curlingcompetitie, de curlingringen liggen er al. We hebben ook weer disco schaatsen en seniorenbingo en kinderochtenden. Dus genoeg te doen de komende weken. Sinds 2 december is het al mogelijk om punten te sparen via de app. Als dit concept een succes blijkt te zijn, zal het spaarsysteem volgend jaar verder uitgebreid worden. Wij vinden het heel erg belangrijk. Wij vinden het heel erg leuk sowieso om dit voor Wiegen te doen. En het is natuurlijk heel erg goed voor de mensen om te kunnen schaatsen en te feesten. Maar ook voor de vrijwilligers. Er zijn toch bijna 200 vrijwilligers die hier meehelpen. Dus dat is ook een hele leuke groep mensen die er alles aan doen om het weer een succes te maken. Ja. Ja, vrijdagavond hebben we de opening en zaterdag van 10 tot 10 zijn we geopend. En zo 23 dagen lang. Dus je kunt iedere dag komen schaatsen tot en met 5 januari. December. Een maand vol gezelligheid, maar voor sommigen ook een moeilijke tijd. Om de donkere dagen net wat warmer te maken, heeft uitzendbureau NAS Werkt kerstkaarten verzameld voor ouderen in verzorgingstehuizen. Uitzendbureau NAS Werkt heeft honderden kerstkaarten ingezameld voor ouderen. Bij woonzorglocatie Boszicht werd een deel van de kerstkaarten bezorgd. En deze zijn goed ontvangen. Mensen die hier wonen, een aantal hebben wel veel familie en vrienden, kennissen, een aantal natuurlijk niet. Dus het is altijd wel leuk in deze donkere dagen om extra aandacht te krijgen. Het zijn echt honderden kaarten, dus daar zijn we hartstikke blij mee dat zoveel mensen mee hebben geholpen. Het gaat om een stuk of 700 kaarten, dus best wel veel. De kaarten zijn grotendeels geschreven door leerlingen van basisscholen. Dus we hebben met alle basisscholen uit de regio hebben we mooie kerstkaarten verzameld. En ze hebben er allemaal een mooie boodschap in geschreven. Dus we doen even een stukje kerstbrood, een bakje koffie en een spelletje om gewoon wat gezelligheid te brengen. Nou, je ziet wat tekeningen voorbij komen. Je ziet ook wel aan de kaart dat ze elkaar geholpen hebben met handschrift en korte tekstjes, lange tekstjes. Maar je ziet echt dat het door kindjes gemaakt is en dat is heel leuk. Ja. Nou ja, ik heb er hier eentje meegenomen van Lize, denk ik dat er staat. Het is een meisje van 7 jaar, denk ik een meisje is. Beste meneer of mevrouw, hallo lieve mensen in het bejaardenhuis. Ik hoop dat u een leuke kerstmist krijgt. Ik ben 7 jaar in een kilt, Lize. Groetjes Lize. Met allemaal hartjes. Nou, dat is toch fantastisch. Ik vind dat echt heel, heel erg leuk. Ja, zeker. In het woonzorgcomplex worden veel activiteiten georganiseerd voor de ouderen. Maar de donkere maanden zijn vaak wel een moeilijke periode voor de bewoners. Mensen zoeken natuurlijk wel de gezelligheid hier in het ontmoetingscentrum op.
Maar zeker met de kerst, donkere dagen, de familie gaat weg en dan zijn de avonden wel erg lang hoor. Een warm hart toedragen, gezelschap bieden, omdat wij denken dat heel veel mensen hier wat eenzaam zijn met deze kerstdagen. Een beetje een hart onder de riem steken tijdens deze feestdagen. Het is natuurlijk een tijd van warmte en gezelligheid en die willen we vandaag meebrengen bij de ouderen. Dan weten ze dat er aan ze gedacht wordt en dan zullen ze denk ik het kaartje erbij pakken en andere kaartjes. Dan hebben ze wat te lezen en te kijken. Het is diep najaar en dat merken we buiten ook flink. Het is waterkoud en de dagen zijn bewolkt en donker. Daar komt nog even weinig verandering in, ook morgen. De woensdag verloopt somber en kil bij een graad of 5. Misschien laat de zon zich nog even kort zien, maar dat is dan ook weer snel weer weg. Wel is de kans groot dat het droog blijft. De dagen erna variëren wat. De donderdag is nog even bewolkt en fris. De vrijdag zal alweer wat zonniger verlopen. En de temperatuur blijft dan nog steken op een magere 4 of 5 graden. De dagen erna wordt het langzaam wat minder koud, maar ook wisselvalliger. Dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 10 december. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we er weer, dus graag tot dan!